Proficiat! Je bent aan het einde gekomen van week 2. Deze week hebben we ingezoomd op onze toon en wat het betekent om een authentiek stemgeluid in de wereld te laten horen. Ik hoop dat je ondertussen goed op dreef bent gekomen in het vinden of bevrijden van jouw authentieke stem. Dit heb je geleerd. Je hebt meer inzicht gekregen op welke manieren jouw gevoel van veiligheid je stemgeluid beïnvloedt en hoe je letterlijk en figuurlijk meer ruimte kan innemen via de ademhaling en dankzij jouw klank. Denk maar aan de kathedraaloefening. Je beschikt nu over een tool om je plek in de wereld in te nemen en je kan op elk moment van de dag ervoor kiezen meer veiligheid te ervaren door het oproepen van je sfeer. Je beschikt tenslotte over een krachtige voice dialogue techniek, Stig versus Daniel, die meer en meer jouw authentieke stem naar buiten zal brengen. En je zal uitnodigen steeds vaker jouw waarheid uit te spreken. De pianomuziek die je daarnet hoorde is de instrumentale begeleiding van ons lied van de week, I Will Be Gentle With Myself. Je vindt deze pianotrack als bonus op het einde van deze lessenreeks, dus van week 2, zodat je het lied nog heel vaak thuis kan meezingen. Nog heel veel zangplezier en graag tot in week 3.